Beetje zenuwachtig, maar ik heb er ook echt heel erg veel zin in. Er zijn zoveel camera's en mensen en dat vind ik gewoon spannend. Airborne is best wel belangrijk hier in Arnhem, want het is hier gebeurd. En ik zou eigenlijk best wel een keer willen zien hoe dat nou eigenlijk eraan toe ging. Eerst wordt er hier in mijn kamer gefilmd en daarna ga ik met een vrouw in gesprek, Thea. Ik vind het interessant om er meer over te leren. Het is toch vroeger ook gebeurd, daarom vind ik het eigenlijk wel een onderwerp voor kinderen. En wij zijn de enige kinderen die nog dit kunnen horen van een persoon in plaats van een verhaal. Ik vind het ook wel weer jammer, want ik zou het eigenlijk ook, als ik misschien later kinderen heb, dat zij het dan ook horen. Camera loopt en actie. Mag je weer even naar buiten kijken, af en toe naar het knuffeltje toe. Je filmt zoveel, maar er wordt maar zo weinig gebruikt. En dat is gewoon, dat vind ik wel grappig om te horen. Ze vragen, wil je zo zitten en zo zitten? En er zijn allemaal lampen en net stond de zon ook nog vol in mijn kamer, dus het was wel een beetje warm. Maar het was wel heel leuk om te doen. Ik voel me niet per se filmster, maar ik voel me wel gewoon cool. Hoi Anna. Hallo. Hoi, kom lekker erbij. Kom, ga lekker zitten. Je werkt mee aan de Bridge to Liberation. Ja. Heb je al over de oorlog nagedacht of gelezen? Nou, ik kijk heel veel filmpjes ook vooral. Ja. En mijn overgrootopa die is 103 geworden, dus daar heb ik ook nog wat dingen van gehoord. Waarom vind jij dit belangrijk om te doen? Het is anders dan dat je het uit een boekje voorleest. Ja, dit en dit is er gebeurd. Dan vind ik het leuker om het toch van iemand gehoord te hebben die het zelf meegemaakt heeft. Hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Ik ben Hanna. En ik ben Thea. Ik hoop gewoon een gezellig gesprek. Dus ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. We gaan het hebben over de oorlog en over corona en over vrijheid. Daar gaan we over praten. Denk je dan ook over je overgrootopa na, zo van hoe dat dan was in de oorlog? Of is het voor jou echt een nieuwe tijd en is het anders? Ook wel een beetje, maar ook wel weer een beetje nieuwe tijd. In de klas bijvoorbeeld hebben we het er wel heel veel over. Ja. En op welke manier dan? Dat we heel erg blij moeten zijn met dat we nu eindelijk vrij zijn. Ja. Ja, natuurlijk zijn we niet helemaal vrij door die stomme corona. Nee. Maar we zijn vrij van de oorlog en dat we daar gewoon blij mee moeten zijn. Hoe is dat om het verhaal te kunnen vertellen? Heerlijk. En heel belangrijk, omdat ik de kinderen wil laten zien en horen hoe het is geweest. Hoe ons leven was. Hoe wij beperkt geweest zijn en wat ze nou allemaal verwend zijn. Wij hadden niks, wij hadden van 2 jurken maakte je een nieuwe jurk. Hè? 2 truien trok je uit en dan maakte je weer een nieuwe trui van. Ja, zo zijn wij gewend. Die kinderen luisteren heel goed omdat ze geïnteresseerd zijn. Hè? En ja, wij zijn er nou nog met een steltje op Airborne. Het is heel erg belangrijk om dit te delen, denk ik, omdat het ook een stukje van Nederland is. En een stukje dat ook gebeurd is. Net zoals als er later, als corona voorbij is, dat het dan ook belangrijk is om te vertellen dat het er was. Dus ook wat leren van het verleden. Heel erg bedankt voor het gesprek, ik vind het heel gezellig. Oh ja, meisje, en ik vind jou zo leuk. Dankjewel.